Het is vandaag donderdag, dus dat betekent weer een nieuwe weekvlog. En ik zit weer op dezelfde plek. Dus ik ben thuis aan het werk. Het is nu 3:15. En ik zit hier eigenlijk al gewoon de hele dag een beetje aan het werk. En mijn dingen doen die ik vandaag moet doen. En vanavond ga ik uit. En het is donderdag en ik moet morgen wel gewoon werken. Maar ik ga vanavond uit in DC. Met meiden uit mijn hockeyteam. Waar ik super veel zin mee heb. En ik heb al super lang niet gezien. Door winterbreak. En zij appte mij van de week of ik meeging. Dus ik dacht, ja, ondanks dat ik morgen vroeg op moet, ga ik toch. Want ik heb ze gemist en ik heb zin om ze weer te zien. Dus ga ik vanavond uit in DC. Mijn werkdag zit er weer op. Dus ik zit nu op mijn kamer en ik ga even... Zo mijn stem. Ik ga even make-up doen, want ik ga dus zo uit. En vorige keer had ik mijn spiegel zo neergezet omdat ik op TikTok een Get Ready With Me had opgenomen. En ik vond het eigenlijk best wel chill opzetten, dus ik dacht, laat ik gewoon weer mijn spiegel zo neerzetten. En mij klaarmaken terwijl ik tegen jullie praat. Want ik zou nog wat vertellen over mijn stage. Ik loop een stage bij New America als Digital Communication Assistant. En ik heb nu morgen mijn derde week erop zitten. Ja, morgen is vrijdag. Morgen mijn derde week erop zitten. En het is echt super. Ik heb het echt super erg naar mijn zin daar. Want in de eerste week, of in ieder geval in de eerste aantal... We hebben best wel veel meetings. Omdat wij zijn het communicatieteam voor de Education Public Policy. En wij doen... Hebben dus zeg maar... Je hebt verschillende categorieën daarbinnen. Je hebt higher ed... elementary, zeg maar, al die categorieën heb je. En omdat wij het communicatieteam daarvoor zijn, hebben we dus met al die categorieën ook te maken. Dus we hebben van al die categorieën ook meetings. En eigenlijk zitten we in al die meetings. En de helft van de meetings hebben eigenlijk niet heel veel toe te voegen, maar het is toch een soort van chill dat je overal bij bent, want je wordt overal bij betrokken. En dat is dus wat ik het zo, waarom ik het zo erg naar mijn zin heb, want het wordt letterlijk... Ook als stagiair, ik word overal bij betrokken. In de allereerste meetings die ik had, werd ik overal voorgesteld. Iedereen was super welcoming en vriendelijk. En niemand, zeg maar, ik was eerst een beetje bang van dat een mega groot bedrijf is. Van dat ze een beetje neer zouden kijken op stagiairs. Maar dat echt totaal niet. Echt, iedereen is even vriendelijk. En dus dat soort van verbaasde mij heel erg. Waar ik me ook heel snel op mijn gemak daar voelde. En wat dus ook mijn stage super leuk maakt. Omdat je gewoon... Je hebt gewoon het idee dat je gewaardeerd wordt. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Even mijn wimpers spullen. En het is ook zeker niet een show wat ze opvoeren. Want elke meeting begint ook vaak, zeg maar, niet de mega grote meetings. Maar zeg maar als ze met... Nou, ik denk 10 man max zitten of zo. Begint elke meeting met een... ijsbreker. Dus we hebben in de eerste week dat ik er was, waren de ijsbrekers van wat was het leukste aan je vakantie, want ze hadden hiervoor allemaal 2 weken vakantie gehad. We hebben een keer gehad wat is je favorite to go meal, je zeg maar, waar je voor gaat als je haast hebt, maar dat je wel snel iets moet koken. Wat is je favoriete, wat is het favoriete ding aan je aan de plek waar je bent opgegroeid. Allemaal dat soort dingen. En dat is best wel chill. Want dan komt iedereen gewoon even aan het woord. En het is gewoon gezellig. En bijvoorbeeld de communicatie. We hebben ook zelf met het communicatieteamtje. We zijn met vieren. Hebben ook elke ochtend 9:15 meeting. En daarin bespreken we dus elke ochtend wat we die avond ervoor hebben gedaan. Dus het is allemaal heel erg persoonlijk. En hartelijk noem je dat volgens mij. Ondanks dat het een super groot bedrijf is. En... Wat ik net al zei, je voelt je gewoon gewaardeerd. En daarnaast, het zijn allemaal mega slimme mensen die hier werken. Dus ik heb het echt super erg naar mijn zin. En ik denk ook niet dat dat heel erg in negatieve zin gaat veranderen de komende weken. Want dit is niet een show wat ze opzetten. Dit is gewoon, ik heb er meerdere collega's over gesproken. En iedereen beaamt ook van ja, dat ze datzelfde hadden toen ze binnenkwamen. Dus ik heb heel veel zin in de komende tijd. En wat ik voornamelijk doe is de social media. Dus dat is LinkedIn en Twitter gebruiken zij.
En die moet ik voornamelijk gewoon bijhouden. En dan hebben we een aantal, gewoon een soort van vast gemien hoeveel we elke dag posten. En verder help ik mee met de nieuwsletter, is de nieuwsbrief af en toe. Datavisualisatie als het nodig is. Wat nog meer. Oh ja, ze hebben ook vaak events online en zeg maar persoonlijk in person. En daarbij doen ze dan live tweeten. Daarbij help ik, ondersteun ik. En verder. Oh ja, en ook een ding wat me dus opviel toen ik daar binnenkwam. Het is zo gestructureerd. Alles is zeg maar voor je. Het is zeg maar voor alles is er een structuur. Dus dat is ook heel fijn werken. Want het is niet dat je iets opnieuw moet uitvinden of zo. En als je iets niet snapt, dan kan iemand het je wel vertellen. Het is allemaal zo duidelijk gestructureerd. Goed gecommuniceerd met elkaar. En ik heb echt het idee dat het bedrijf als een soort van goed lopende machine loopt. Goed, ja, het is gewoon echt een goed lopende machine. En ik denk ook dat dat ook bij een succes is. En ze vinden je ja, mental health, dat klinkt een beetje overdreven. Maar gewoon je welzijn vinden ze heel belangrijk daar ook. Dus als jij een dag voor jezelf nodig hebt, neem die, zeg maar. Zo komt het echt op mij over. En dat was ook laatst iemand, las ik weet niet meer wat aan de hand was, maar iemand zei ook, toen zei, want we zitten op Slack, zeg maar, dus dan zit je in al die kanalen. En toen zei iemand van, ja, ik heb dit en dit ergens last van. Dus toen zei diegene, een supervisor ook van, neem gewoon lekker een dag, stop ermee en focus op jezelf. Zeg maar, zo heel erg die vibe. En ook, nou, dat live tweet was best wel intens. Wacht even mijn eyeliner doen. Dat live tweet, dan moet je dus quotes die gezegd worden en interessant zijn, posten. Maar er wordt wel meegerecord, dus je kan meelezen, zeg maar. Maar het is best wel intens, want je bent anderhalf uur wel gewoon gefocust aan het lezen en luisteren. Dus na die events zei mijn supervisor ook van, sluit lekker af, ga lekker naar huis. Weet je, zo. Het is, ik weet niet, ik kan het niet omschrijven, maar ik voel me echt helemaal naar mijn zin daar. Dus dat wil ik even vertellen. En ik ben nog lang niet klaar met mijn make-up, maar die ga ik dus nu even afmaken. En dan laat ik zo wel even zien wat het is geworden. Oh ja, en wat ik nog wilde zeggen was dat ik dus, gisteren was ik de vlog aan het editen, waarin ik zei dat ik, oh, ik doe morgen wel even een roomtour. En die heb ik gewoon nog steeds volgens mij nog niet gedaan. Dus als ik er erg in heb, komt hier deze vlog. Ik denk dat ik dat weekend of zo ga filmen. Of dat laat ik niet doen. Ik hoop dat ik het niet vergeet. Was dit de look voor vanavond. Niet heel bijzonder. Gewoon mijn standaard to go met mat, oogschaduw, eyelinertje, mascara. Wat is het? Contour volgens mij. Of hoe heet het? Ik weet niet eens wat het heet. Blush en highlighter. En of heb ik een highlighter? Ik weet niet zo klein. Ja, wel, ik heb highlighter op, denk ik. Gewoon simpel. Makkelijk. Prima. Dus nu ga ik me even verder klaarmaken. Even eten maken. Omkleden. En dan moet ik zorgen om 6:30 klaar ben. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en dat betekent laatste dag van de werkweek. En dan heb ik weer weekend over een paar uur. Gisteren ben ik uit geweest in DC. Het was gezellig, maar niet. Ja, het was niet helemaal. Ik weet niet. Ik vond het niet. Die club zelf vond ik mooi. Het was gewoon niet helemaal. Ja. Het had niet gehoeven, zou ik het zo zeggen. Maar het was gezellig met Jess. Was ik van tevoren, was bij haar thuis. Dat was heel gezellig. En verder ben ik dus nu aan het werk. En heb ik verder niet echt bijzondere plannen. Zie je wel, ik heb niet. Ik weet niet waarom, maar ik heb gewoon dit weekend even geen zin om uit te gaan. In ieder geval niet. Ik moet er nu niet aan denken, omdat ik nu gewoon ook heel moe ben van gisteren. Dat ik om 4 uur thuis was en 8:30 de wekker. Dus ik moet nu gewoon even niet denken aan uitgaan. Terwijl ik gisteren echt. Ik had niks. Niet zoveel, ik had 3 drankjes op. Dus het is gewoon echt pure vermoeidheid. Dus ja. Maar eerst nog even een paar uur. Goedemorgen. Ik
Goedemiddag, het is vandaag zaterdag en ik ben weer onderweg naar Target. Ik loop in een woonwijk. Ik ben weer onderweg naar Target, want ik moet even dingetjes halen. En eigenlijk is het weekend de enige dagen dat ik daar echt naartoe kan lopen, want ik heb geen zin om daar naartoe te lopen in het donker. En de hele dag werk ik gewoon. Dus ik wil altijd in het weekend, maar ik heb nooit heel veel nodig. En het is wel chill om even naar buiten te gaan, en even te lopen. En gisteren had ik met vriendinnetje afgesproken en toen zijn we frozen yoghurt gehaald. En uiteindelijk was ik om 12 uur thuis volgens mij en ben ik gaan slapen. Dus ik was heel erg moe van de avond ervoor. En vandaag heb ik ook niet heel veel plannen. Misschien dat ik nog niet afspreek vanmiddag, maar dat weet ik nog niet. Als dat doorgaat, zie ik wel. En vanavond ga ik ook niet echt iets doen, denk ik. Ga even lekker gewoon. Ik moet nog zelf wat dingetjes doen. Dus ik ga ook niet uit. Ik heb ook niet zoveel zin om uit te gaan. Dat is ook echt... Ik weet niet. Als het koud is, heb ik nooit erg zin om iets te doen. Het is echt mega koud. Dus ik vind het ook niet heel erg om niet uit te gaan. Maar eerst loop ik dus nu even naar de Target toe. En daar ben ik voorlopig nog wel even mee. Want het is een half uur heen lopen. Voordat ik alles heb gepakt wat ik wil hebben. En weer terug ben, is het ook heel weer eind van de middag. Of in ieder geval goed eind van de middag. Dus ja, dat is het plan voor nu. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ik heb mijn sportkleding al aan, want ik ga zo sporten. Want ik zou eigenlijk met een vriendje vandaag naar Georgetown gaan. Maar het regent de hele dag, dus er is niet heel veel anders te doen. Dus ik ga zo sporten. En wat ik nu ga doen, ik ga het eerst daarmee beginnen. Ik ga mijn eigen pro pakken. Want ik vind de pro niet lekker hier. Dus ik ging gisteren even een beetje zoeken naar recepten of een makkelijk recept als dat niet te veel tijd in beslag nam of te veel moeilijke ingrediënten hier niet te krijgen zijn. En ik had een best simpel recept gevonden, dus die ga ik nu uitproberen. En ik heb gisteren bloem gekocht, gist, en dat gaat erin. En ook measuring cups heb ik nog even gekocht en bakjes waar deeg in kan maken. Dus dat ga ik nu eerst doen. En dan ga ik het deeg maken. Dan moet het volgens mij 1,5 uur reizen. Dus kan ik mooi in die tussentijd gaan sporten. En daarna kan ik het dan gaan afpakken. Dus dat ga ik nu doen. Ben heel benieuwd. Zo, ik heb even al mijn spullen gepakt. En ik heb nodig volkorenbloem. Gist. Zout. Water, maar dat heb ik nog niet gepakt. Een bak. En measuring cups, want ik heb geen weegschaal. Dus ik ga het hiermee gokken. Ik heb het even opgezocht. Als het goed is, is het 1 measuring cup bloem ongeveer 125 gram afgerond. Dus ik ga daar 4 van doen. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb het brood nu gemaakt. En nu heb ik het daar neergezet om te laten rijzen. En dan ga ik sporten. En dan is het hopelijk klaar als ik terugkom. En dan moet het volgens mij daarna nog een keer... Moet ik het doorkneden, dan moet ik het nog een keer... een half uur zo laten reizen. Dus dan kan ik mooi dan gaan douchen en dan kan ik het daarna afpakken. En ben echt heel benieuwd. Maar het zag er best wel prima uit. Maar ik weet niet hoe het eindproduct gaat worden. Maar qua smaak denk ik dat het zo dat alles beter is. Maakt niet uit hoe erg het mislukt dat alles beter is dan het brood hier. Want het brood hier is letterlijk alleen lekker als je het toast. Dan nou, lekker, dan is het te doen. Laat ik het zo zeggen. Met beleg is het dan wel oké. Maar dus ik denk dat er niet heel veel mensen gaan als je het vergelijkt met het brood hier. Wat ik dus afgelopen maandag gewend ben, maar we gaan het zien. Ik sta in de sportschool en ik sta op, ik weet niet hoe dit ding heet, maar zo'n soort van rending. En dat ga ik nu doen tot ongeveer welke uur later weer terug ben om daar tegen te checken. Want dat moet dus 45 minuten tot 1,5 uur reizen. En als het te lang reist, dan is het verpest. Dus ik dacht, ik ga een uur gaan checken. En ik heb mijn HelloFresh ook binnen. Dus die moet ik ook zo nog even beneden ophalen. Het is heel chill hier. Want hier wordt het gewoon met een soort mega grote icepack gebracht. Dus het maakt niet uit. Het is een uur geleden of zo bezorgd. Of ruim 2 uur inmiddels. Dus het maakt er niet heel veel uit. Want het staat toch een soort van in de koeling. Dus dat is chill. Want toen was het alweer vergeten. En toen dacht ik, oh ja, dat moet ik ophalen. Dus dat ga ik ze ophalen. Beneden. En dan... Ik terug, ga ik bij het deeg checken. Dan moet ik dat volgens mij weer doorkneden. En dan moet het nog een half uur reizen met een natte theedoek eroverheen. Maar ik heb geen theedoek, dus ik doe een handdoek. En dan in die tussentijd ga ik even douchen. En dan als ik gedoucht heb, kan het hopelijk de oven in. Ik weet niet hoe lang het de oven in moet. En daarna kan ik lunchen. Of nou ja, brunchen. Dus ik heb er zin in. Ben benieuwd.
ben echt zo benieuwd of het gaat lukken. Maar ja, als het niet lukt, dan weet ik tenminste misschien wat ik moet veranderen voor de volgende keer. Ik twijfel of ik er genoeg gist in heb gedaan. Dus dat is een beetje het ding. Want mijn zakje was 9 gram en ik had 7 nodig. Dus dat was een beetje gokken. Anders weet ik de volgende keer gewoon meer moet doen. Ik weet ook niet wat er gebeurt als je te veel gist in gooit. Geen idee. Dus dat ga ik ook wel even opzoeken als het niet goed gelukt is. Of niet goed gerezen heeft. Maar ja, eerst nog even sporten. Mijn brood zit nu in de oven. Ik kan misschien even mijn handdoekje weghalen. Hier zit het. En het is best nog wat gerezen net, want het moest nog een tweede keer rijzen. En het is best nog goed gerezen. Dus misschien dat het gaat lukken. Ik ben heel benieuwd. Half uurtje en dan is het klaar. Half uurtje tot 35 minuutjes. Het is al eind van de dag. En ik weet niet of ik het überhaupt heb geüpdate nadat ik het brood uit de oven heb gehaald. Maar het brood was op zich goed gelukt voor de eerste keer. Maar het was nog best wel, hoe zeg je dat, het was niet zo luchtig als ik gehoopt had. Dus ik denk dat ik te weinig gist heb gedaan of niet goed heb gekneed of iets. Dus dat ga ik de volgende keer weer, ik hoop dat het iets aanpassen. Maar qua smaak is hij wel echt wel veel beter dan het brood hier. Dus dat is chill. En verder heb ik gewoon een beetje mijn was gedaan, mijn kamer opgeruimd. HelloFresh was binnen, dus ik heb net HelloFresh gemaakt. En verder niet heel veel bijzonders. Zit het weekend er alweer op. En beginnen we morgen weer een nieuwe werkweek. En daar heb ik al weer zin in. Om lekker te werken. En ja, want het is toch een beetje saai om. Nou, misschien is het niet saai. Maar als je helemaal niks te doen hebt, dan kijk ik er gewoon uit om lekker te gaan werken van maandag. Morgen. En het was een beetje een rustig weekend, maar dat had ik echt even nodig. Want ik was echt even klaar met uitgaan en zo. En nu heb ik zin in volgende week alweer. Maar voor nu was het even goed. Even een weekendrust. Even geen, niet laat naar bed. En op tijd ben ik gaan slapen telkens. Dus dat was chill. Dus nu kunnen we er tegenaan. Goedenavond. Het is vandaag maandag en ik heb vandaag thuis gewerkt. En verder heb ik niet heel veel bijzonders gedaan, behalve gewoon gewerkt. En nu lig ik te chillen, want ik heb ze al afgesproken met mensen. Dus daar zit ik even te wachten en dan ga ik zo daar naartoe. Heb ik zin in. En verder heb ik geen plannen, ja, behalve dat. En morgen mag ik weer naar kantoor toe. Dus daar kijk ik wel naar uit. Morgen en overmorgen lekker naar kantoor. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik ben klaar om naar kantoor te gaan. Ik pak zo de metro. Ik ga moeten 5 minuten weg. En dit is mijn outfit van vandaag. Ik zal het even laten zien. Zwarte blazer met zwarte flair. En met zwarte Converse. Dus ja, ik heb er weer zin in vandaag. En na mijn werkdag ga ik weer daar sporten. Dus ik heb mijn sportkleding ook mee. En ik ga nu mijzelf, ik ga nu mijn jas aantrekken om naar de metro te lopen. Het is alweer eind van de dag en ik ben alweer thuis. En ik wilde na werk gaan sporten. En ik had ook alles mee. Maar mijn druppel, ik weet niet wat ik ermee ga. Ik ben letterlijk het gebouw ingekomen. En ik heb het gebouw niet meer verlaten totdat ik wilde gaan sporten. En toen kon ik het ding nergens meer vinden. Dus ik weet niet waar ik die heb gelaten. Dus nu ga ik straks maar hier sporten. In mijn eigen gebouw. Maar dat is minder chill. Nee. Maar morgen ga ik dus eventjes vragen. Want ik wilde dus vragen bij de balies van, hey, hebben jullie een druppel gevonden? Maar ze waren allemaal weg. Zeg maar op de mijn. Zeg maar, want in het gebouw zitten meerdere bedrijven. Dus op de verdieping waar mijn bedrijf zit, zeg maar, waren ze al weg. En ook in de algemene hal waren ze al weg. Dus dat was een beetje balen. Dus dat ga ik morgen maar vragen. Maar hij kan niet weg als hij kwijt zijn. Want ik ben letterlijk met dat ding naar binnen gekomen. En dan loop je door de hal. Dat is ook bij zo'n kleine hal. Het is niet een hele grote hal. Dan loop je, pak je de lift naar boven. En dan loop ik naar mijn plek toe. Dus ik weet niet waar ik dat ding heb gelaten. Ik heb echt 1000 keer mijn tas onderzocht. En het enige wat ik nog kan bedenken, want dat ga ik morgen nog kijken, is dat hij bij een sportkleding zit. Want ik dacht, die laat ik gewoon daarachter. En dan pak ik hier gewoon andere sportkleding als ik hier ga. Want ik ga hier dan sporten. Maar ik weet het niet. Hoe kan ik echt, hoe kan ik altijd alles kwijtraken? Het is echt niet normaal. Ook al
Mijn metrokaartje was ik ook al kwijt. Heb ik ook een nieuwe moeten kopen. Dat is $2. Het stelt niks voor. Maar gewoon, waarom raak ik altijd alles kwijt? Ik snap mezelf niet. Want ik weet nog, toen ik terugkwam woensdag. Toen dacht ik, had ik mijn jas ook zitten van, ik moet hem even opruimen. Want ik ga dit kwijtraken. Eindstand kwijtgeraakt. Zo dom. Dus ja. Maar ja, die metrokaartje is erg. Daar heb ik al een nieuwe voor. Maar het kut gewoon van die druppel. En ik snap ook niet waar die is gebleven. Dus ik ga morgen. Ik hoop echt dat iemand hem heeft gevonden. Want ik heb geen zin in dat gezeik. Als in helemaal nieuwe aanvragen. En dan moet ik weer wachten tot ik toegang heb tot de sportschool. Daar. Waarom ben ik zo? Zo, ik ben klaar met sporten. Dat is echt een hele intense workout. Even ter ervaring van mijn workout op werk. Dus het was wel chill. Ik zou chill kunnen sporten. En ik ben echt kapot. Ik zie het niet, maar ik zweet echt ziek erg. En nu ga ik terug douchen. En dan even chillen. En dan slapen, denk ik. Ik ga even serie kijken en dan slapen. En niet iets wel anders doen. Dus dat was hem weer voor vandaag. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik ben nog naar kantoor toe. Ik ben al op de hoek, ik ben al aan het zien. En ik heb er zin in, ik ben benieuwd. Ik hoop dat ik mijn druppelkoffie vandaag goed ga zien. Werkdag zit er weer op. Ik sta weer in de gym. En ik heb mijn sleutel weer. Ze hebben een nieuwe gegeven. Oh, ik zal even een beetje voor je. Ik vind hier misschien iets mooier. Nee, dat is ook niet mooi. Maar ze hebben een nieuwe sleutel gegeven. En nu kan ik weer gymmen, maar dat is dus nog steeds niet. Elke keer moet ik iemand me naar binnen laten. Dus ik moet morgen even gaan mailen van, hallo, ik wil access. Ik wil nu toegang, want het is irritant. Maar ja, het is wel chill dat ik gewoon binnen ben gekomen weer. Dus nu ga ik even sporten, even mijn pre-workout nemen en dan even lekker sporten en omkleden. Mijn workout zit erop. Ik heb een uur op de loopband gestaan. Zo, ik ben nog een beetje bij de adem. En ik weet niet of je het ziet, maar mijn hoofd is echt heel rood. Het is heel warm. Dus een beetje afgekeurd voor het ik ga douchen. Maar ik ga hier douchen. Ik zal even wachten, de kamer omdraaien. Hier zie je het wel zo als ik hem zo omdraai. Maar ik ga hier douchen, zoals altijd. En dan ga ik naar huis. En dan ga ik heel fris koken. Volgens mij heb ik iets van kip met salade of zo voor vanavond. En ja, ik ben er niet heel veel bijzonders. Ik denk ook vanavond weer even serie gaan kijken en de vlog af editen. En verder denk ik dat het dan ook al best wel laat is, omdat ik nog moet koken, naar huis douchen, naar huis moet reizen. Dus dan is het is nu 6:30. Dus voordat ik thuis ben is het denk ik 7:30 met douchen en alles erbij. Dan moet ik nog koken, dus dan 8:30 eten. Dus daarna ga ik nog een serie kijken en vlog eten. En dan lekker op tijd slapen. En dan morgen werk ik vanuit huis. Dus dan is de werker om 8:30. Dus dat valt best wel mee. Vergeleken met vandaag is 7:30. Dus dat valt eigenlijk best wel mee nog steeds. Want het is zo chill dat het echt. Ik stap de metro in en ik stap de metro uit en ik ben er. Dus dat is echt heel relaxed. Beter dan dat kan het eigenlijk niet. Maar nu eerst gaan douchen en daarna naar het racen. Oh, ik weet trouwens niet of ik wat zeg, maar kijk, ik heb mijn nieuwe druppel. Ik ging vandaag vragen of ze hem hadden gevonden en toen zei die man, ik ga wel even voor je checken. En toen kwam hij terug met een druppel van, ik heb een nieuwe voor je. Vet chill, daar is helemaal niet moeilijk over. Dus dat was heel relaxed, dus ik heb een nieuwe, maar hier staat nog steeds het gym access niet op. Want dat kan dus heel lang duren en dat zou er eigenlijk wel vandaag op moeten staan. Maar zei ook van ja, dan moet je even mailen, dan gaan we er achteraan. Dus ik ga vanmorgen even mailen, want ik ben nu weer gewoon, ik had gewoon geklopt. En toen zeg maar de schoonmaakvrouwen die hebben hun kantoortje of opslag in de gym zeg maar zitten. Dus die verzamelen daar altijd voordat ze dus het gebouw ingaan. Dus ik had geklopt en ze deed voor me open en ook gelukkig hier de kleedkamers. Dus dat ik tenminste kan sporten. Dus ik hoop van de volgende week dinsdag dat het erop staat. Want ik ga mailen morgen en dan zou het heel snel op moeten staan als het goed is. Maar ja, dus dat. Ik ben de vlog aan het editen en ik zie dat ik hem helemaal niet heb afgesloten. Dus allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot volgende week.